Dit is geen gewoon gesprek. Het gaat om een persoon, gebiedsontwikkelaar Peter Poot, die hier voor de zoveelste keer een gang naar de rechtbank maakt. Maar het gaat ook over een zaak, een zeer complexe zaak. Over een ideaal, over grond en geld. En niet in de laatste plaats over vermeende vriendjespolitiek binnen de rechterlijke macht. Op deze zitting in Utrecht speelt een precaire zaak. Twee voormalige rechters, Westenberg en Kalpfleis, zouden gelogen hebben over hun vriendschap en onderlinge contacten. Wat in het nadeel zou zijn uitgevallen van Peter Poot en zijn vader, eigenaren van het bedrijf Chipshol. Deze vermeende mijneet binnen de rechterlijke macht is de voorlopige climax in de affaire waar de familie Poot al jarenlang in verstrikt is geraakt. Vader Jan Poot is inmiddels 88 jaar en woont in Zwitserland. Van zijn zoon Peter wil ik weten wat hij nu drijft en hoe ze hun strijd volhouden tegen Schiphol, de staat en zelfs justitie. Nou, welkom bij Chipshol. Ja, bedankt. Ga voor mij. U bent vandaag even niet op de rechtbank, om het zo maar even te zeggen. Nee, gelukkig niet, nee. Want ik heb er eigenlijk de pest aan om bij de rechtbank te zitten. Het verhaal begint als vader Jan Poot in de jaren 80 landbouwgrond aankoopt rond de Nationale Luchthaven. Om zijn stad van de toekomst te realiseren, Airport City. En wat blijkt? Gemeente, provincie en Schiphol zijn er bepaald niet blij mee. Waarom willen die dat niet? Dat is toch een mooi project? Ja, dat zou je ook denken, ja. Maar dat is waarschijnlijk een soort kinderzinne van dat gunnen we die mensen niet. Kijk, je moet het zo zien. De Schipholregio was vroeger echt een domein waar alleen de overheden opereerden. En daar zijn wij 20 jaar geleden hier binnengedrongen, om het zo maar te zeggen. En wij hebben gezegd, wij zien enorme mogelijkheden hier van de stad van de toekomst. We gaan heel veel gronden hier inkopen daarvoor. En we willen graag met jullie samenwerken om dat te ontwikkelen. Nou, wat was toen de reactie, onder andere van Schiphol? Meneer Poot, wie gaat er nou met zijn kantoor in een weiland bij Schiphol zitten?